Mijn vrouw heeft een staakcaravan gekocht. Ik kan de consequenties daar nog niet precies van overzien. En dat maakt de toekomst een beetje onzeker. Die caravan staat op 10 minuten rijden van ons huis. En dat is een leuk huis. Aardige tuin. En ik voel me daar prima. En ik heb in de verste verte geen behoefte aan een staakcaravan vlak in de buurt. Mijn vrouw wel. Zij wil iets voor zichzelf. Klein, knus en overzichtelijk. En alleen van haar. Voor zover ik weet heeft zij geen jonge minnaar die ze stiekem wil verwennen. En als dat wel zo zou zijn, zou dat ook bij ons thuis kunnen. Ruimte genoeg. Nee, ze wil daar vriendinnen gaan ontvangen. En daar ben ik een beetje bang voor. Want dan gaan ze daar natuurlijk zitten praten over ons, de mannen. En dan worden ze natuurlijk verschrikkelijk eens. Over al die dingen waarin wij tekortschieten. Dat wij nooit luisteren. Dat wij te veel plaats innemen. Dat zij om de wille van de lieve vrede zich altijd aan ons moeten aanpassen. Waardoor ze niet aan zichzelf toekomen. Dat wij dingen beloven die wij niet nakomen. Dat wij doen alsof wij overleggen en dan toch onze eigen zin doordrijven. Dat wij problemen altijd willen oplossen in plaats van erover te praten. Dat wij altijd als eerste de krant willen lezen. Dat wij nooit de weg willen vragen. Dat wij bij het fietsen altijd zo'n stukje voorop rijden. Dat wij snurken, boeren en scheten laten. En vooral dat wij wel een eigen ruimte hebben waar wij ons kunnen terugtrekken. En dat wij niet begrijpen dat zij ook wel eens een plek voor zichzelf willen hebben. Zoals een staakcaravan. Mijn vrouw is dat ding nu aan het inrichten. En het lijkt wel of ze gaat trouwen. Ze heeft lange lijsten van aan te schaffen dingen die wij naar mijn gevoel al in veelvoud hebben. En ze rent van warenhuis naar warenhuis. En dan belt ze me op of ik haar kan komen halen. En daar wacht ze mij stralend op met handige stapelbedden, vrolijke wandversiering en superslimme snufjes voor het keukentje. Of ik dat even wil inladen, vervoeren, in elkaar verzetten, vastschroeven en ophangen. Niet vragen waar het voor is. Vooral niet vragen of het wel nodig is. Niet mee bemoeien. Inladen, vervoeren, in elkaar zetten, vastschroeven, ophangen. Niks vragen, niks zeggen. Dit is haar ding. Het leukste vindt ze geloof ik dat ik daar straks op bezoek kom. Dat ik een afspraak moet maken. Schrikt het als ik vanavond even langskom? Moet ik dan vragen. En dat zijn allemaal nieuwe gegevens en daar moet ik nog even aan wennen. En dat maakt de toekomst onzeker. Maar ik zie de blosjes op de wangen en de opwinding in de ogen. Dus ik denk, het zal wel goed zijn. En misschien mag ik daar ook nog wel een keer blijven slapen.